Het ministerie van Openbare Werken zal binnenkort starten met nieuwe asfalterings- en rehabilitatieprojecten. Minister Riyad Noor Mohammed kondigde dit donderdag aan en verklaarde dat deze projecten, gefinancierd door externe middelen, uitgevoerd zullen worden in Paramaribo, Wanica en Saramaca. Volgens de minister betreft het een volledig nieuw pakket van wegen die gerehabiliteerd zal worden. Een heel bekende weg waar mensen al jaren gingen gillen was de Dangrapadiweg. Want daar zullen we niet starten. Weliswaar gespreid over 3 jaren. Een weg waar ook veel mensen voor klaar is, tweede rijweg. Die gaan we rehabiliteren. En we hebben ook gedacht aan de universiteit waar zoveel scholen zijn, de Leesweg staat ook als nummer 1. En zo. Over aanpak van de wateroverlastproblematiek zei minister Noor Mohammed ook dat de eerste pompgemalen al zijn aangekomen. Volgende week volgt de officiële inspectie tijdens het uitladen van de machines. Het programma verloopt voorspoedig met bijna 20 pompgemalen die landelijk worden gerehabiliteerd. Je weet, we rehabiliteren bijna 20 pompgemalen landelijk. Dat is uniek. Is na lange tijd dat het gebeurt om wateroverlast te gaan minimaliseren. En ik heb goed nieuws, ik kom net van een conferentie die in Torarica was. Waarbij we de status van Wereldbank Saramaca Kraftwerk hebben gepresenteerd. En daar hebben we 2 pilotgebieden geselecteerd binnen de Wereldbank om in 2025, 2026 uit te voeren. Dat is, je weet, groot Paramaribo dat te veel onder water loopt. Dus een heel groot Paramaribo zit erin. En we hadden keuze tussen een paar kleine gebieden en we hebben gekozen voor Mintiwai. Dus Mintiwai zal ook worden opgenomen omdat die makkelijker op te lossen is binnen een bepaald budget. Aldus minister Noor Mohammed afgelopen donderdag tijdens de regeringspersconferentie op het departement van Financiën en Planning.